Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, te informeren en te inspireren over hoe we het morgen slimmer en beter kunnen doen. Welkom bij de livecast van Pakhuis De Zwijger. Goedenavond, dames en heren. Heel hartelijk welkom bij een nieuwe Tegenlicht Meetup. Dat zeg ik namens Pakhuis De Zwijger en VPRO Tegenlicht. We starten met de meetup nummer 178. Lekker conservatief. We gaan het hebben over de vraag: hoe ziet die nieuwe generatie van politiek actieve jongeren eruit? Om er wat meer context bij te geven. Voor het eerst sinds lange tijd zijn jongeren niet progressiever dan hun ouders. Deze jonge conservatieven willen een nieuwe overzichtelijke wereld die orde schept in de chaos van alle dag en die gericht is op behoud. Waar komt deze opkomst van jonge conservatieven vandaan en hoe worden jongeren eigenlijk überhaupt politiek actief? Over die vraag gaan we het hebben tijdens deze Tegenlicht Meetup. U kent het recept wellicht, maar in een paar woorden komt het neer op een uur de tijd die we hebben om door te praten over de uitzending die afgelopen zondagavond op NPO 2 te zien was en sindsdien online is terug te kijken. En dat doen we aan de hand van een aantal korte fragmenten en met een aantal gasten die we daar speciaal voor hebben uitgenodigd. En met u, het publiek. Ik zal zo uitleggen hoe u kunt meedoen aan deze uitzending. Ik loop eerst even de namen met u door die we vanavond hebben uitgenodigd. We starten traditiegetrouw met de regisseur van de uitzending. Dat is deze week Britta Hosman. Zij heeft deze uitzending gemaakt en we starten met een kort gesprek met haar. En daarna in de volgende volgorde Paula Thijs. Zij is postdoctoraal onderzoeker naar democratische kernwaarden onder jongeren aan de Universiteit van Amsterdam. Devika Partiman is organisator, activist en oprichter Stem op een Vrouw. Zij is hier live bij ons. De voorgaande twee spreeksters zijn via Zoom bij ons vanavond. En Arie Reineveld is bij ons. Hij is voorzitter van de SGP Jongeren. Is bij ons hier in de grote zaal in Pakhuis De Zwijger. Bibi Willinga is lid van Volt. Een aspirant Tweede Kamerlid van deze Europese politieke beweging. Zij is bij ons via Zoom. En Wouter Ubbink is voorzitter van Dwars, de Jongerenpartij van GroenLinks. Hij is ook bij ons live. Goed, dan hoe u mee kunt doen. Via de livecast, in de omgeving van Zoom kunt u meedoen. U ziet op uw scherm de chatfunctie en de Q&A-functie. Via de chat kunt u vragen stellen aan de hosts. Meer van technische aard of misschien met andere kijkers van gedachten wisselen. Maar via de Q&A kunt u vragen stellen aan de gasten die wij vanavond hebben. Als u daarbij vermeldt voor wie de vraag bedoeld is, kan ik die zo gericht mogelijk stellen aan de mensen die bij ons zijn. En een aantal momenten de komende uur haal ik zoveel mogelijk vragen eruit, zodat we die dus ook zoveel mogelijk kunnen beantwoorden. Ik kan niet garanderen dat het voor allemaal lukt, maar we gaan een poging wagen. Goed, voordat we dus zo met Britta Hosman doorpraten, eerst het eerste fragment van de uitzending. Daar komt Kita Muis aan het woord. Zij is socioloog bij de Universiteit van Tilburg over de uitkomsten van het onderzoek naar culturele waarden onder jongeren in Europa. Het doel van het onderzoek was ook niet om per se conservatisme te onderzoeken of om daar heel erg de focus op te leggen of dat we al een verwachting hadden dat jongeren conservatief waren. Sterker nog, eigenlijk het omgekeerde. We dachten juist dat we zouden gaan vinden dat per generatie eigenlijk we steeds progressiever worden. Wat we ook tot nu toe ook hebben gezien. Dus de nieuwe generaties zijn opgegroeid in meer welvaart. Dus ze zijn financieel zekerder. Ze zijn fysiek zekerder. En alle basisbehoeften zijn eigenlijk een soort vervuld. Over het algemeen kloppen die conclusies ook. Dus we zijn hoog opgeleid, we zijn minder religieus. En dat zorgt ook allemaal voor meer progressiviteit. Tot de generatie die geboren is vanaf 1980, 1990. We denken dat er een soort kantelpunt ontstaan is, waardoor eigenlijk dus die progressieve veranderingen zo snel gaan dat er mensen zijn die zeggen, en dus lijkt het de jonge generatie, van dit gaat ons snel, rustig, waar gaat dit eigenlijk heen? Vroeger was het ook in die zin veel duidelijker, bijvoorbeeld religie of toch klasse ook wel. En dat nu eigenlijk weg is, er is van alles mogelijk. Het is niet dat als je in een familie geboren bent of opgroeit, dat ook is waar je uitkomt. Dus de richting is misschien een beetje weg van waar gaan we heen? Wat doen we met het land? Wat doen we met elkaar? En wie zijn wij eigenlijk samen? Dat is natuurlijk ook een issue. Wat bindt ons nog? Wat maakt mij een groep of een onderdeel van een groep? En dat lijken we
we nu bij jongeren meer te zien dat zij denken, ja, maar we moeten ons wel ergens aan vasthouden. Waar gaan we eigenlijk heen? Welkom weer bij de Tegenlicht Meetup over de uitzending Lekker Conservatief. Als u vragen heeft, kunt u die stellen via de Q&A-functie. En nu zou die vragen zomaar gesteld kunnen worden aan Britta Hosman. Fijn dat je bij ons bent, Britta, regisseur van de uitzending. Hoi. Ik zit een beetje ongelukkig, want mijn camera van mijn laptop is stuk. En nou zit ik op mijn telefoon en die hou ik een beetje krampachtig vast. Maar hallo. U komt heel goed over, dus hier geen enkel probleem. Fijn dat je er bent. We zien in het fragment net Kita Muis, socioloog aan de Universiteit van Tilburg, die dat onderzoek toelicht. Wanneer kwam jij met dat onderzoek, of althans de uitkomsten daarvan, in aanraking? Nou, dat is ongeveer, godsamme zeg, 4 maanden geleden zoiets, denk ik. Oké, en was dat meteen ook de aanleiding voor deze uitzending, of zat dit onderwerp al langer op je radar? Nee, het onderwerp zat al langer op onze radar. Wij waren eigenlijk eerst bezig met het feit dat er zoveel abortusklinieken in Amerika sluiten. Daar wilden we iets over maken. En toen, nou ja, toen, dat, maar dan maak je ook echt iets over Amerika. Dus toen gingen we denken, hoe zit het eigenlijk in Nederland? Ik heb al meerdere uitzendingen gemaakt over rechts. Eentje over de AfD in Dresden. Eentje over extreem of rechts in Oost-Duitsland. Ja. Ja, en dit is dan niet extreem rechts. Dit gaat over conservatief, maar het ligt ergens in elkaars verlengde. Want ik blijf gewoon wel nieuwsgierig waarom jonge mensen die kant op gaan. Ja, heb je daar een begin of misschien wel een volledig antwoord op gekregen? Nee, het antwoord wat meest voor de hand liggend is dat de wereld gewoon te groot wordt. En wij spraken ook met hoogleraar Joke van Zanen. En zij zei, en dat vond ik eigenlijk wel heel goed wat ze zei, kijk, voor jonge mensen leven we echt in een global village. Kijk, wij leven natuurlijk ook in de global village, maar als je jong bent en je bent echt connected met iedereen, dan ben je ook in concurrentie met iedereen. En alles gaat zo snel, dan is het natuurlijk best logisch dat je je verloren voelen. En dat je in een kleinere gemeenschap wil leven. Ja. Maar ja, hoe ziet dat er dan uit? Hey, je hebt zelf, en wie mogen er meedoen en wie niet? Je hebt zelf kinderen ook, toch? Of niet? Ja. Zijn die ik weet even niet precies hoe oud ze zijn, maar heb je al dit soort gesprekken met ze over een beetje misschien ontwakend of heel erg stevig politiek bewustzijn? En komen dit soort thema's dan ook voorbij? Ja, ik heb 2 kinderen, 1 van 19 en 1 van 16. Nou, die van 16 ja. is een rapper die muziek maakt de hele dag. Dus die is van alles, zeg maar. En die vindt dingen al heel snel discriminatie dus, en racisme. En mijn dochter die is 19 en daar heb ik zeker gesprekken mee. En zij merkt in haar omgeving ook dat er steeds meer die jongens zijn die dan van Forum zijn. En dat vindt ze zelf ook een soort van hilarisch. Ze ervaart dat niet als bedreigend, maar meer als nee, dat kan je toch niet menen. Zo gaat dat. Ja. En dan hebben we gesprekken daarover, ja. Dus je hebt zelf niet, zeg maar, in jouw huis een hele generatiekloof die overbrugd moet worden, in de zin van dat jullie heel anders naar de wereld kijken? Nee, helemaal. Eigenlijk helemaal niet, denk ik. Nee. Ja. Nee, gelukkig niet. Alhoewel, als je kijkt naar de vader van Tom, Tom de Nooier en Tom, ja. die zijn natuurlijk wel, die hebben echt wel een andere mening. En ik ga daar natuurlijk ook naartoe met heel veel eigenlijk uiteindelijk natuurlijk ook met veel vooroordelen. Mm-hmm. En als ik dan zie hoe dat gezin ruilt en zeilt, ze hebben hele open gesprekken. Ik vond het mooie gesprek ook. Hè? Ik vond het mooie gesprekken tussen die vader en de zoon dat aan de keukentafel. Het was echt op inhoud en echt wel ruimte voor elkaar bieden, maar ook wel echt scherp in stellingnamen. En dat je dus ook mag zeggen wat je vindt. Ik denk dat de voorwaarde was voor deze film, is dat we... Ik heb mij niet verstopt met mijn mening. En dat was ook niet nodig. Want hij heeft gewoon mij in vertrouwen genomen.
Ja. Ja, verstop wat je mening. Aan de ene kant is het portret van Tom de Nooier, vind ik een soort van waardevrij portret. Tenminste, voor zover dat zeg maar bestaat of zo. Maar ik heb niet het idee dat daar een heel erg duidelijke mening van de maker in zit. Dus op een gegeven moment komt er wel even jouw punt over van, goh, als Baudet minister-president wordt, zal het wel niet worden of zo. Die zin, die werd er ook op Twitter even uitgepikt, zag ik. Is dat iets waarvan je zegt, dat vond ik belangrijk om dat punt te maken? Of vloeten die eruit? Of dat is eigenlijk het punt waarin jouw mening toch een beetje door schemert. Nou ja, en dat ik hem zei dat het niet waar was wat hij zei. En dat was wel even, vond hij even moeilijk. Mm-hmm. Maar ik denk dat omdat we de hele tijd zo met elkaar omgingen, hij maakte ook grapjes over de NPO en zo, dat die maar moest verdwijnen en dat soort dingen. En dus omdat we heel open met elkaar om zijn gegaan en ik gewoon kon zeggen wat ik wel en niet fijn vond aan zijn ideeën en waar ik me zorgen om maak, was er ook eigenlijk geen. Ja, dat was eigenlijk heel goed. Ja. Waar maak je je zorgen over? Nou, kijk, daar heb ik het met hem over gehad. En hij zegt: nee, dat kan helemaal niet, want wij zijn christelijk en wij houden van iedereen, zeg maar. Maar ik maak me zorgen over. Over uitsluiting. Dus dat je een maatschappij krijgt waarin mensen worden uitgesloten omdat ze er niet meer goed bij horen, zeg maar. Dus hoe leg ik dat uit? Meneer Lem die vertelde dat je eigenlijk dat sommige mensen slimmer zijn dan anderen en dat die eigenlijk volgens hem dan ook meer beslissingsrecht zouden moeten hebben. Ja. En dat vind ik dus niet. En dat vind ik gewoon echt niet oké. En dat is zo'n basisbeginsel. En dat kan je dan zo doortrekken op heel veel. Maar Tom werd daar heel boos over. Want hij zei, dat is helemaal niet waar. Want wij willen dat helemaal niet. Wij zijn christelijk. Wij omarmen iedereen. Ja, weet je. Maar goed, er zitten natuurlijk ook verschillende standpunten, hè, tussen beide partijen. Dat bleek ook wel uit de uitzending. Dat denk ik. Ja. Nou ja, goed, abortus vind ik wel heel ingewikkeld. Het is een vrouwenrecht. En ik vind dat ook echt. En als je dan door Utrecht zo'n grote slinger ziet lopen van anti-abortus, ja, dat vind ik ook zorgelijk. Want dat betekent dat rechten worden ingeperkt die verworven zijn. Ja. Oké, afsluitend misschien terugblikkend op het maakproces. Wat stemt je hoopvol met betrekking tot de politieke toekomst in Nederland? Wat me hoopvol stemt is als we met elkaar blijven praten. Dus deze film laat volgens mij heel duidelijk zien dat je dat wel kan. En dat er ook altijd onder mensen overeenkomsten zijn. En dat we niet op elkaar een soort heksjacht moeten beginnen. Ja. Dat. En ik denk dat we dat best wel kunnen. Omdat dingen gewoon niet zo zwart-wit zijn. En mensen ook uiteindelijk niet. Oké. Dat. Dankjewel. Dank voor het maken van deze uitzending en in deze aanzet voor een gesprek dus ook. Wat we in de uitzending hebben kunnen zien en vanavond hopelijk ook goed plaats gaat vinden. Ik leg mijn telefoontje dan weg, hè, maar ik ga wel meeluisteren. Graag. Fijn. Okay. Britta, dankjewel. Dank je. Hi. We gaan meteen door. Zo direct een volgend fragment. Maar we gaan nu door met wat meer duiding van die opkomst van conservatisme onder jongeren. Dat doen we met Paula Thijs. Ze is postdoctoraal onderzoeker naar democratische kernwaarden onder jongeren. Ze is bij ons via Zoom, verbonden aan de UvA. Hi Paula. Hoi. En, hallo. Hoi. En Devika Partiman zit naast mij. Zij is organisator, activist en oprichter van Stem op een Vrouw. Devika, welkom. Dank je wel. Eerst even iets meer focussend op Paula, want je had het in het fragment vertelt Kita hoe een generatie jongeren minder progressief en meer conservatief is dan hun ouders. Hè? En jij bent verbonden aan, of jij weet meer over dat onderzoek, over onderzoeken naar deze opkomst. Kan jij dat wat meer duiden? Of... Nou, als ten eerste denk ik dat het te vroeg is om echt te concluderen dat er een opkomst van conservatisme onder jongeren is. We zien inderdaad wel dat de generatie die geboren is in de jaren 80 en 90 minder progressief is als de generatie die geboren is in de jaren 50 en 60, de babyboomers. Ja. Maar we moeten wel nog bekijken of dat inderdaad een trend is die zich voortzet. En of dat onder de nieuwste cohorten jongeren ook het geval is.
of dat dit een tijdelijk fenomeen is. Ja, want bij welke soort culturele waarden zie je dat nou vooral? Zijn dat dingen als net viel even abortus, termen of de recht daarop, dingen als uitsluiting, wie laat je nog meestemmen en niet? Wat voor dingen komen er voorbij als je het hebt, als je die conservatieve opkomst duidt onder jongeren? Ja, nou, wat uit het onderzoek blijkt, dat Europese onderzoek blijkt, is dat het eigenlijk op bijna alle thema's die zij hebben onderzocht het geval is. Dus opvattingen over homoseksualiteit, abortus, euthanasie. En uit mijn eigen onderzoek blijkt dat het ook is met betrekking tot opvattingen over man-vrouw verhoudingen. Dus bijvoorbeeld wie er voor de kinderen moet zorgen. Mm-hmm. Maar daarbij moet ik wel zeggen dat eigenlijk alle mensen al heel erg hoog zitten op die schaal. Ze zijn al heel progressief. Dus een kleine dip daarin betekent nog steeds dat iedereen aardsconservatief is. Precies. Ja. Dus het is dan ook niet zo heel vreemd dat je ziet dat die opvattingen misschien, of die progressiviteit, die lijn van alsmaar progressiever wordende opvattingen, dat die in het afzwakken is. Ja, ja. Je hebt dan over, of in de uitzending, en je had het net ook over die jongeren vanaf 1980, 1990. Nou, het is inmiddels al, dan ben je 40 als je in 1980 bent geboren. Is er ook al wat te zeggen over die groep die zeg maar nu 16, 17, 18 is, zich een beetje oriënterend richting de stembus, maatschappijleer op school, of hoe dat vak nu dan ook heet. Je merkt, ik ben ook al wat ouder. Weet je wel, daar moet toch ook wat over te zeggen zijn, want 1980 nogmaals, is al best op leeftijd. Ja, klopt. Er zijn inderdaad wel onderzoeken die zich op jongeren richten. Er is een internationaal onderzoek waaraan de onderzoekers van de UvA ook verbonden zijn. Maar dan wordt weer niet specifiek gekeken naar die echte morele thema's. Of seksueel ethische thema's worden ze in het Europese onderzoek genoemd. En ik doe zelf onderzoek met mijn project, mijn collega's, naar echte de jongere generatie. Dus ja, Leerlingen die afgelopen jaar in de brugklas zaten. Maar ja, het is eigenlijk nog te vroeg om daar iets over te zeggen, want die jongeren zijn nog nauwelijks bezig met politiek. Kan je iets zeggen over verschillen tussen opleidingsniveaus van henzelf of misschien van ouders? Zit daar een invalshoek die misschien wel wat duiding behoeft? Ja, zeker. Wij zien grote verschillen tussen jongeren naar opleidingsniveau. Dus mm-hmm. naar schooltype. Jongeren op het VWO zijn veel geïnteresseerder in politiek. Hebben meer het gevoel dat ze zelf iets kunnen betekenen. Dus dat zij ook politieke invloed kunnen uitoefenen. Zij praten vaker met ouders over politiek dan bijvoorbeeld jongeren op het VMBO. En dat is wel iets wat zorgelijk kan zijn als dat zo blijft en als die verschillen alleen maar groter worden. Ja. Dan heeft dat voor de representatie van die groep natuurlijk ook gevolgen. Ja, dankjewel. Praten we zo over door met jou en met Devika. We gaan even kijken naar een fragment waarin Tom de Nooijer, zijn naam viel al, SGP gemeenteraadslid, in gesprek is met zijn vader over Thierry Baudet en zijn partij Forum voor Democratie. En dat maakt me dan weer wat minder uit. Het gaat mij om de ideeën die je hebt. Ik vind hem toch wel te radicaal. Ik denk nog wel dat het een wolf in schaapskleren is. Ik vertrouw hem helemaal niks. 0,0. Alsof zijn intenties niet oprecht zijn, zeg je eigenlijk. Oprecht? Recht? Oprecht. Dat hij dus echt meent wat hij zegt. En dat hij eigenlijk, jij zegt van ik vertrouw hem niet, het is een wolf in schaapskleren, alsof hij andere dingen zou willen. Dat is alsof zijn eigenlijke agenda een andere is. Nou, dat. Ja, die man die heeft uit het niets een politieke partij uit de grond. Oh nee, hulde. Maar goed, dan kunnen we weer. Daar gaat het niet om. Als ik ergens aan toe ben vandaag de dag, zijn er wel mensen met idealen. En dat boeit me eigenlijk nog niet zo heel veel of ik het mee eens ben of niet. Maar mensen die een oprechte overtuiging hebben. En bij Rutte zie ik dat hij in de verkiezingen compleet anders is en ook weer met alle soorten van gemak met links kan samenwerken. En ik zie bij Baudet meer profiel, meer intrinsieke overtuiging van ik heb nagedacht jarenlang over dit soort thema's, dat wil ik nu waarheid gaan maken. En dan heb ik heel veel verschillen met Baudet ook nog, laten we dat echt niet vergeten.
over heel veel thema's, ook vanuit de diepste overtuiging die ik maar heb. Wat zou er gebeuren als zo iemand, wat niet gaat gebeuren, maar president zou worden? Ja, weet ik niet, ik versta het één keer. Het ligt aan de kiezer ook, hè? Als maar dat, dan ik ben bang dat ze door de straten gaan marcheren. Dit zegt hij vaker. Daar maakt hij al een grap over, maar er zit toch een kern van waarheid in. Want ja, zie je wel, dan geeft hij nog toe ook. Ja. Waarom zou je... De uitspraken over die verdunning van die maatschappij. Die homeopathische verdunning. Dat heb je al 10.000 keer uitgelegd. Jawel, en ik vind ook, als politicus moet je meer tact hebben. En ik ben blij dat ik bij een partij zit waarbij ik niet bang hoef te zijn wat hij op vrijdagavond, wat Kees, onze Kees vrijdagavond heeft getwitterd. Maar dat ik weet, wij vinden al 100 jaar hetzelfde. En stabiliteit, rust, constructiviteit vind ik extreem belangrijk. Ja. En dat schept afstand tot een partij als Forum waar het toch elke kant op kan vliegen. We zijn bij de Tegenlicht Meetup. Lekker conservatief. We praten over politiek activisme onder jongeren. En de opkomst van conservatieve tendensen daarbij. En als u dus vragen heeft, kan dat via de Q&A-functie in de Zoom-omgeving. We praten met Paula Thijs en met Devika Partiman. Welkom allebei. Devika, om met jou nu eventjes te beginnen. Waar zit volgens jou de reden of de verklaring voor die groei blijkbaar van conservatisme onder jongeren? Hmm. Ik denk niet dat er heel eenduidend antwoord op is, maar er worden hele duidelijke hints gegeven, ook in deze Tegenlicht-uitzending. Tom zegt het net ook, hè, bij zijn partij vinden ze al 100 jaar hetzelfde. En hij vindt dat heel prettig. Hij zegt dat als iets heel positiefs. En dat kan ik me wel voorstellen, want je weet precies waar je aan toe bent. Je hebt een heel duidelijk kader. Wat al heel erg uitgediept is, ook waarschijnlijk, met allerlei uitgediepte redenen en motivaties. En dat is natuurlijk het grote voordeel aan conservatisme. Het is ontzettend uitgedacht, onderbouwd en bestaat, zeg maar, het gedachtegoed bestaat al langer en is al helemaal, hè, net als je kijkt naar hoe religieuze boeken door de jaren heen, helemaal alles is al uitgelegd. Ja. En daarbinnen kan je natuurlijk totaal je eigen pad vinden, maar met ik kan me heel goed voorstellen dat het alternatief, zoals het wordt geschetst, hè, progressiviteit, is enorm uitzoekwerk. Is je constant aanpassen aan weer nieuwe groepen die zich van zich laten horen, aan nieuwe woorden, aan nieuwe bevolkingsgroepen. Dus dat vergt een heel ander soort emotionele investment eigenlijk van je. En het een is niet, het is allebei logisch, denk ik. Mm-hmm. De een ontwikkelt zich graag op die manier en de ander op een andere manier. Er is ook een groot verschil in zichtbaarheid van politieke partijen. Dan is het even SGP en Forum voor Democratie nogmaals niet dezelfde partijen. Maar als je in het spectrum bekijkt, zitten ze allebei in dezelfde hoek, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En als je dan eens wat leest over jongeren die politiek actief worden of op scholen, die zien dan heel erg dat Forum gewoon online ontzettend zichtbaar is. En dan ben je herkenbaar, dan weet je om wie het gaat. Het is ook soms grappig. En dan denk ik van ja, mijn partij. Ja, het is heel erg. Is dat een groot verschil tussen Forum en andere partijen bijvoorbeeld? Deels, ja. Ik bedoel, als je naar GroenLinks kijkt of de VVD, dan doen die dat net zo, denk ik. In die zin soort van de grote leider naar voren schuiven. En dat we, hè, van oudsher denken we dat werkt, dat de manier is. En omdat ze doorbreken, ga je inderdaad eigenlijk een veelheid moeten creëren aan personages, aan politieke personages. En dat is campagnetechnisch, zijn we dat ook niet gewend. Dus dat is ook weer zoiets, dat is nieuw. Dat zouden we dan opnieuw moeten uitvinden. En dat vergt veel meer werk natuurlijk. Als je als partij besluit, we gaan nu niet één iemand naar voren schuiven die dat allemaal doet. Maar meerdere mensen. Gaat er een heel nieuw systeem eigenlijk moeten komen in de media en in de talkshows. In de politieke debatten, wie er in het woord voert. Dat is lastig voor jongeren om dat ook te volgen, bedoel je. Dus één iemand die juist heel erg zichtbaar is en waar af en toe ook om gelachen kan worden, dat werkt. Ja, goed. Dat heeft in die zin natuurlijk grote voordelen. Ja. En zeker bij jonge mensen die nog minder politiek actief zijn. Je ziet eigenlijk dat veel jonge mensen stemmen sowieso natuurlijk op een partij die ze kennen. En ik denk dat we heel makkelijk daaroverheen stappen. Welke partijen ken je? En op het moment dat een partij gewoon niet zo zichtbaar is, of hun leider wat minder zichtbaar, of wat minder, hè, in die zin media-aandacht trekt of krijgt, behoort het vaak al niet tot de opties. Ja. Als jij dan die stemwijzer doet en er komt een partij uit waarvan je die partij, hè, er komen drie partijen uit of een top drie, en waarvan je één de fractievoorzitter kent, en daarvan denk je, oh ja, die was toen wel grappig. Mm-hmm.
ga je niet heel snel kijken op de websites van de andere twee partijen, denk ik. Ja, sommige jongeren wel, maar zeker niet iedereen. Praat eens over door over hoe jongeren meer bij politiek kan betrekken. Maar eerst eventjes reagerend op wat Paula net zei. Dat verschillend opleidingsniveau, wat blijkbaar echt onderscheidend is. Mm-hmm. Herken je dat? Als het gaat om politiek interesse bij jongeren? Ja, totaal. Ja, en dat is denk ik grotendeels een rolmodellen ding. Onze politici zijn over het algemeen universitair geschoold. Veel hbo- en mbo-jongeren die ik daarover spreek... Denken ook dat je de universiteit moet hebben gedaan om de politiek in te gaan. Dus je mm-hmm. ziet al wat dat mentaal met mensen doet. Dat je echt denkt van, oh, blijkbaar moet dat, anders mag het niet. En daarnaast, het is ook een hele letterlijke zichtbaarheid vaak op school. Op veel universiteiten en tegenwoordig ook steeds meer hbo's... heb je bijvoorbeeld een stembureau om verkiezingstijd. Bijna geen mbo's hebben een stembureau in verkiezingstijd. Dus het zit hem een heel praktisch ding over. Het is echt een heel praktisch ding, denk ik. Wat in die zin ook makkelijk op te lossen is. Maak het zo toegankelijk mogelijk. En dan kom je er wel. Maar totdat zo is, creëer je die partij. Het gaat niet vanzelf. Ja. Het is niet dat je zegt, de stembussen zijn open en dat alle jongeren dan automatisch gaan. Dat weten we nou wel. Dat geldt voor de hele bevolking. Ja, ja. Ja. Paula, eventjes naar jou toe. Ik heb hier een vraag van het publiek. Zijn jongeren echt conservatiever geworden? Of is het niet zo dat het geografisch, dat het van de geografie afhangt? Stad, platteland hoor je dan vaak. Randstad versus andere provincies. Is dat nog een invalshoek die ook een deel van de verklaring kan geven? Ja, dat denk ik wel. We hebben dat zelf nog niet helemaal goed uitgezocht. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de boerenprotesten, daar zie je ook al, dat zijn vooral jongeren op het platteland die zich bepaalde zorgen maken. En die dan naar de stad trekken om daar hun stem te laten horen. Dus ik denk dat zeker wel meespeelt, ja. En wat zou je, Dave Vieken, net al een eerste voorzetje voor hoe we die politieke betrokkenheid bij jongeren kunnen vergroten? Een eerste heel praktische, hè? Dus ook op mbo's en stembureaus als het D-Day is. Heb jij nog andere aanvullingen waardoor je denkt, dat zou echt gewoon moeten gebeuren om dit te verbeteren? Nou, wat wij zien is dat praten over politiek en politieke interesse, dat dus voor jongeren op het VMBO bijvoorbeeld een stuk lager ligt. Zij krijgen dat van huis uit veel minder mee dan jongeren op VMBO bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat is iets waar de school natuurlijk wel een rol in zou kunnen spelen. En we weten bijvoorbeeld uit ander onderzoek dat het discussieklimaat in de klas... als daar een open klimaat heerst, waarin ruimte is voor het geven van verschillende meningen, dat wel politieke betrokkenheid van jongeren kan vergroten. Maar ook daar moet wel nog onderzoek naar gedaan worden van wat werkt dan precies voor welke jongeren? Ja. Maar dan heb je dus ook echt over klimaat in de klas, bij wijze van spreken. Of je gewoon je mening kan geven, ook als je weet dat je de enige bent van de 30 die in de klas zitten. En dan gaat het bij wijze van spreken ook over dingen als pest en dat soort zaken. Hoor je erbij als je iets zegt wat misschien afwijkt van wat de rest vindt en zo. Zo'n klimaat moet er zijn om überhaupt een gesprek over politiek te voeren, zeg je. Ja, ik denk dat wel een voorwaarde is. Om jongeren het gevoel te geven dat hun stem ook gehoord wordt. En ik denk dat wel belangrijk is. We weten dat politieke interesse leidt tot politieke betrokkenheid. En politieke betrokkenheid weer leidt tot politiek zelfvertrouwen. Ja. Dat zijn allemaal dingen die op elkaar inhaken. Gaan we nog even door. Ja, is er ook een verschil, vraag vanuit het publiek, in oriëntatie op links of rechts van het politieke spectrum, tussen jongeren die of wat meer theoretisch of meer praktisch zijn opgeleid? Zou je eens over te zeggen? Of zijn we nu heel erg... verbanden aan het zoeken die er misschien niet zijn? Dat kan ik op basis van mijn eigen onderzoek niet zo zeggen. Jongeren die praktisch opgeleid zijn, dat zijn dus ook vaak de jongeren die op het VMBO zitten. Ik kan daar zo niet iets over zeggen. Nee. Hartstikke goed. We gaan even verder op die. Je had net over dat stembureau bij het mbo. Heel praktisch. Zijn er nog meer dingen hoe we die drempel kunnen verlagen voor jongeren om zich politiek te bemoeien? Wat Paula ook al zegt. Ik denk dat er heel veel interesse is. Ja. Bij kids en bij jongeren en jongvolwassenen. Rutte deed helaas een oproep. Jongeren, meng je kom met oplossingen voor corona. Is dat een goede aanpak?
Het is een leuke oproep, maar het probleem daarmee is dat hij... en dat is denk ik het grootste manco. Er wordt niet uitgelegd hoe. Mm-hmm. En op het moment dat je uit een gezin of omgeving komt... waarin politiek niet vanzelfsprekend is... waarin je de gesprekken niet voert... waarin je niet eerder in een Tweede Kamer of gemeenteraad bent geweest... geen politici kent, nou, noem het maar op. En iemand zegt tegen je, bemoei je... dan weet je niet opeens de weg wel. Mm. En dus het is een beetje makkelijk om te zeggen... er staat ergens een deur open, maar als jij die hele deur niet kan vinden... ja, ja. Dan heb je er niks aan. Dan is het niet, zeg ja. maar... Dan, wat zou het vervolg ja. moeten zijn, als Rutte die opmerkingen zegt? Hoe zou het wel werken? Want op zich het begin is denk ik aardig. Zeker, de intentie is denk ik top. Mm-hmm. Dus ja, je moet het vervolgens concreet maken. Dus hè, wat ik bijvoorbeeld zelf zie, ik geef ook bijles maatschappijwetenschappen... waarin mm-hmm. het voor een heel groot deel over politiek gaat. Waarin ik ook probeer te verduidelijken van hoe kan je dan toegang krijgen... als je een keer wel iets vindt of wil weten. En wat je dan merkt, is dat eigenlijk de middelen die je hebt om mee te praten... inspreken in de gemeenteraad, een mailtje sturen naar een Tweede Kamerlid... lid worden bij een jongerenorganisatie of in een lokale commissie. Nou, noem het maar op. Ik kan inmiddels van alles bedenken, want ik zit er helemaal in. Maar als je het hoort, dus weet je ik kan niet. Zo 20 dingen noemen die ik kan doen. Dus dat is dan denk ik op zo'n moment de taak van Rutte. Op het moment dat je zo'n oproep doet... maak dan een goede plek waar mensen kunnen vinden hoe dan. Ja. Ja. Okay. Want de oplossingen zijn er al. Je moet het wel alleen tegen mensen vertellen. Dankjewel. We laten het voor wat betreft dit onderdeel van de avond hier even bij Devika. Partiman en Palatijs, veel dank voor jullie bijdrage vanavond. En dan gaan we nu kijken naar een volgend fragment. Tom de Nooijer komt daarin aan het woord over de waarde van het christendom voor hem. En Joke van Zanen ze viel eventjes in het gesprek met Britta Hosman, de onderzoekster, over de jonge eisen die aan jongeren worden gesteld in een wereld vol onzekerheid. Tijd waarin heel veel mensen zoeken. We zoeken naar zingeving. Dat is ook heel veel heel erg verklaarbaar. Mensen dan nu heel veel met burn-outs te maken hebben, ook met depressies. Ik zal niet ontkennen dat ik ook wel eens met vragen zit, maar het christelijk geloof biedt ontzettend veel houvast voor me. Gewoon een antwoord hebben op levensvragen, dat ook het geloof dat ook zin geeft aan je leven. Ik heb me eens proberen voor te stellen hoe dat zou zijn als ik dat niet zou hebben. Als ik niet gelovig zou zijn opgevoed, maar er ook niet een bewuste keuze voor zou hebben gemaakt. Ik denk dat ik, stel ik zou nu het geloof wel zetten, dat ik zo in zo'n enorme vacuüm, in zo'n leegte, in zo'n gat zou vallen. Denkt u eraan om uit te checken bij uw aankomststation of als u overstapt naar een andere vervoerder? Veel onderzoeken laten dat zien, hè, dat jonge studenten zich behoorlijk eenzaam voelen. Wat we in ieder geval weten is dat studenten en ook andere jonge mensen zich behoorlijk onder druk voelen staan. Dus de eisen die aan hen gesteld worden zijn heel hoog. Er is heel weinig tijd meer voor jonge mensen om te falen of om eens iets anders te proberen of om het nog een keer te doen. En als je dat voegt bij het gegeven dat ze ook nog eens een keer eigenlijk in een soort onzekere wereld leven, waarin niks op voorhand vast ligt, maar waar ze ook hun eigen zingevingssysteem eigenlijk ook nog eens een keer in elkaar moeten zetten, dat is echt heel veel voor jonge mensen. Ik ben nog steeds bij de Tegenlicht Meetup Lekker Conservatief. We praten over de opkomst van conservatisme onder jongeren. En als u vragen heeft, kunt u dat via de Q&A-functie doen in de Zoom-omgeving. We praten door met Bibi Wielinga. Zij is betrokken bij Volt, de Europese politieke partij. Zij is bij ons via Zoom. Welkom. Hoi. Bij ons hier in de zaal zijn Arie Reineveld, voorzitter van de SGP-jongeren. En Wouter Ubbink, voorzitter van Dwars, verbonden aan GroenLinks. Welkom allemaal. Eerst even een heel kort rondje. Arie, ik begin bij jou. Hoe ben je politiek actief geworden? Ja, ik ben me een beetje gaan interesseren voor politiek toen ik op middelbare school zat. Ik ben christen, ik ben conservatief en ik ben rechts. En toen kwam ik automatisch bij de SGP uit. Helder. Voor jou. Ik werd politiek actief in 2017 in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Voor mij persoonlijk was dat omdat er steeds meer nieuws kwam over klimaatverandering. En ook over het verlies van biodiversiteit, van natuur. Dat ging me heel erg aan het hart. Dus toen ben ik lid geworden van een politieke partij. Oké, dankjewel. En Bibi, voor jou, hoe was dat die oriëntatie? Hoe verliep dat bij jou?
Ik vond debatteren altijd heel leuk. En toen bleek dat er een beroep vast zat aan debatteren. En dat was magisch. En ik ben zelf progressief en meer van het midden. Dus ik ging eerst bij D66 langs. Maar toen zag ik, zij hebben een jongerenpartij. Daar word ik niet heel gelukkig van. Want ik wil eigenlijk wel meteen zoveel mogelijk impact hebben. En toen zag ik Volt langskomen. En die hebben heel expliciet geen jongerenpartij. Omdat ze niet willen dat ons debat zeg maar gesplijt wordt in verschillende groepen. Oké, helder. Dank voor dit eerste rondje. We zagen net in het fragment dat jongeren zoekende zijn, zouden zijn. Ik wil even checken bij jullie drie als afgevaardigden van die generatie of je dat ook zo is. Bibi, om even bij jou te blijven. Herken je wat er geschetst wordt in het fragment, ook bij jezelf? En zo ja, waarin ben je zoekend? Ik denk vooral dat het ingewikkeld is dat het zowel nu heel onduidelijk is. Dus dat ik merk heel erg in mijn omgeving dat mijn vrienden het al irritant vinden dat er zo'n gender spectrum is. Dat vind ik heel vanzelfsprekend. Maar er is natuurlijk, er worden nu labels voor alles gemaakt. Dat maakt dat je je daar ook weer aan moet aanpassen. En dat je heel snel een lijn over kan gaan die je eigenlijk nog niet kan zien. Maar vooral ook dat de toekomst zo onzeker is. Dus aan de ene kant weten we nu niet wie we zijn en wat we moeten doen. Maar daarnaast is het al helemaal niet duidelijk hoe over 20 jaar onze planeet eruit ziet. Omdat we de hele tijd horen over klimaatverandering en hoe dramatisch dat is. Dus dat voel ik ook vooral. Want nu is het al onduidelijk, maar over 20 à 30 jaar is het nog veel erger. Dankjewel. Arie, voor jou. Herken je het fragment waarin die zoekende jongeren wordt geschetst? Nou, ik herkende wel deels wat Tom zei. Aan de andere kant wordt voor het conservatisme een verklaring gegeven, als dat zou zijn, dat jongeren zich geen weg kunnen vinden in de complexe wereld. Mm-hmm. Nou, dat vind ik eigenlijk wat te makkelijk. Ik denk dat, en ik ontmoet heel veel jongeren, die herkennen zich niet echt in deze wereld. Wat zien ze gebeuren op het gebied van klimaat, op het gebied van immigratie, op het gebied van de Europese Unie? Daar voelen al die jongeren zich niet gehoord in. Belangrijk thema voor mij is ook de medisch-ethische kwesties. Mm-hmm. En ik denk dat het nu het punt is om daarmee aan de slag te gaan. En om het even man en paard te noemen, heb je het over het recht op abortus? Zoals het nu bestaat. Abortus is een ding, ja. Dat hebben we ooit ingevoerd. En nu zien we dat het aantal abortussen enorm groot is. Ja. Als ik met jongeren spreek en zeg, nou, de abortusgrens is 24 weken, dan is een kindje al lang levensvatbaar. Dan schrikken ze zich ook wel een beetje. En dat zit niet alleen bij een partij als de SGP. Dus ik denk dat het goed is om daar ook wel het gesprek over te blijven voeren. Mm-hmm. Ik merk dat links het vooral ziet als een dogma wat niet aangevallen mag worden. Geef me naar mijn counterpart de overkant. Even voor dat spectrum. We kunnen hier zo nog over doorpraten. Maar eventjes over, toch even blijvend bij dit fragment. Herken jij, Wouter, ook die zoekende jongeren als je naar de mensen om je heen kijkt in binnen Dwars? En hoe ga jij daar zelf mee om? Ja, jawel. Nou ja, bij Dwars zijn veel mensen wel met hetzelfde idealen. Dus die weten wel wat ze willen. Mm-hmm. Maar er zijn heel veel jongeren die natuurlijk helemaal niet politiek actief zijn. Ik denk dat wij echt de uitzondering zijn daarin. Mm-hmm. Dus veel jongeren zijn politiek zoekend. Maar ook zeker maatschappelijk. Er zijn gewoon steeds meer onzekerheden. Onzekerheden over of je een huis kan krijgen later. Wat je gaat doen met je studieschuld. Wat ook net genoemd werd, klimaatverandering. Heel veel jongeren hebben burn-outs. Ga zo maar door. Ja. Dus ik snap heel goed dat jongeren op zoek zijn naar iets wat ze. En is er dan vooral een conservatieve reactie? Of want als je dat herkent, kan ik me voorstellen dat er bij jullie ook wel over wordt nagedacht. En ook een reactie wordt geformuleerd. Ja, nou ja, er zijn dus mensen, jongeren, die zijn op zoek naar iets wat hen bindt. Ik denk dat er inderdaad een conservatieve groep is die zegt, we zoeken naar die groep met vaste waarden en normen waar we een duidelijkheid hebben. Mm-hmm. Maar ik denk dat er ook een groep is die zegt, nee, we moeten juist die groep moeten we met z'n allen maken. We moeten dat inclusief doen met zoveel mogelijk mensen. Een samenleving creëren die voor iedereen werkt. Ja. Dus ik denk dat er verschillende groepen daarin zijn die echt op een andere manier daarmee omgaan. Ja. Om nog eventjes die groei van het conservatisme te duiden onder jongeren, herken jij dat? Arie, heb je echt het idee dat er een ontzettende toestroom is bij jullie organisatie? Nou, ik ben natuurlijk geen onderzoeker, dus ik kan niet duiden of die stroom nee, maar dus groeit, even het onderbuikgevoel, zeg maar, herken je het? Nou, je ziet wel dat het steeds meer zichtbaar wordt. Mm-hmm. Een klein voorbeeld is de Mars voor het Leven. Het programmamaker refereerde daar net aan. Een grote slinger door Utrecht. Nou, ik was onderdeel van die slinger. In het begin onbeduidend klein. De laatste keer toch meer dan 10.000 mensen die zich afvragen van is hoe we de abortuswetgeving nu vormgeven wel een juiste manier. En dat geluid, ik merk dat dat wel steeds sterker wordt. Mm-hmm. Ja.
Bibi, hoe is dat voor jou? Herken jij die opkomst van conservatisme ook misschien ook in wat meer een Europese context? Ik weet niet of je dat van counterparts of collega's binnen Volt ook hoort. Maar herken je het en zo ja, maak je daar ook zorgen over? Omdat jij iets meer in het progressieve kamp te plaatsen bent, begreep ik net. Ja, ik vind het wel ingewikkeld. Vooral omdat we in zo'n Europese partij heel goed kunnen zien dat in de meest politiek instabiele landen conservatisme heel erg terugkomt. Over welke landen heb je het dan? Dan hebben we het bijvoorbeeld over Italië. Daar zien we dat veel economisch instabiel. Ik denk dat over het algemeen angst en onzekerheid meer mensen drijft naar conservatisme. Want als je echt diep angst hebt voor jouw toekomst, dan is de veiligste plek waar je naartoe kan gaan een groep mensen die zegt, zo zit de wereld in elkaar. Net zoals Devika net zei. Het is allemaal heel makkelijk en we gaan het zo doen en we blijven hierbij net zoals we al 100 jaar doen. Ik vind het heel jammer dat dat nu weer heel erg terugkomt, omdat het nog eerder voor mij laat zien dat er angst en onzekerheid is, dan dat mensen daadwerkelijk heel graag terug willen naar 100 jaar geleden. Ja. Daar ben ik een beetje Arie. Bang voor. Ja, okay. Ja, dat is natuurlijk het frame wat wel vaak gemaakt wordt, dat er mensen zijn die terug willen naar 100 jaar geleden. Ik denk niet dat er mensen zijn die bang zijn. Ik denk dat er mensen zijn die zich afvragen, doen we het wel goed op, ik noem een voorbeeld, het gebied van migratie. Doen we het wel goed en schieten we niet door op het gebied van de Europese Unie, die steeds verder integreert, waardoor nu de zuidelijke landen hun hand ophouden bij de noordelijke landen en geld vragen voor iets waar zij voor nu in de problemen zitten. Kijk, ik ben het eens dat we solidair moeten zijn met die landen. Alleen, je moet ook solidariteit teruggeven. En ik denk dat de Europese Unie, hoe verder ze integreert, hoe moeilijker het zal zijn om ook solidair te zijn met zulke verschillende landen in één Unie. Ja. Ik denk dat er veel jongeren zijn, dat zie je ook aan de groei van JFVD, die zich afvragen, gaan we wel de goede kant op? En moeten we misschien een iets realistischer, terughoudend beleid voeren op dat soort punten? Britta Hosman had het net over haar angst voor uitsluiting, hè, binnen de maatschappij. In Nederland, dacht ik, hadden we toen vooral over, maar wellicht ook in de Europese context. Reactie van Tom de Nooier, blijkbaar in de uitzending was, dat christelijk geloof sluit niemand uit. Hoe kijk jij naar zo'n soort, ik weet niet of daar spanning tussen zit in jouw hoofd of niet. Maar als je toch ergens lijnen scherper gaat stellen, dan zou je ergens ook kunnen moeten zeggen, bijvoorbeeld bij emigratie, jij wel en jij niet. Je moet daarin ook keuzes maken. En kijk, ik vind en wij vinden als SGP Jongeren dat we de vluchtelingen op moeten vangen. Laat dat duidelijk zijn. Wij zijn voor een barmhartig vluchtelingenbeleid. Mm-hmm. Alleen wat je nu ziet, is dat het ons als Nederland heel moeilijk lukt om als mensen geen geldig asielverblijf kunnen ontvangen, dat we ze niet terug kunnen sturen. Dat als mensen hier wortelen en uiteindelijk 19 jaar worden en hier al geboren en getogen zijn of opgegroeid zijn, dat we een kinderpardon gaan verlenen. En dat komt omdat we het onvoldoende lukt om een rechtvaardig beleid te voeren. Als wij kunnen toestaan de mensen die hier mogen komen. Als we dat kunnen vormgeven. Als we de mensen terug kunnen sturen die hier niet een geldig verblijf kunnen krijgen. Dan kunnen we ook barmhartig blijven. Okay. En barmhartig zijn. Ja. Bibi wil hierop reageren. Het wordt nu een beetje een politiek debat. En dat is op zich heel interessant. En dat gaan we daar weer zeker ruimte voor laten. Maar niet voor de rest van de avond. Dus Bibi nog even reactie. En dan gaan we door met andere punten. Yes. Nog los van politieke partijen en mijn politieke partij is mijn persoonlijke angst wel dat wij als generatie voor een hele grote hoeveelheid problemen gaan staan. Rutte die heeft al een paar weken geleden gezegd, dit is de grootste crisis die de meeste van ons zullen meemaken. Nou, voor degenen die hier nu spreken is dat echt hele grote onzin. En daarom vind ik het persoonlijk heel eng dat conservatisme zo opkomt, omdat wij los van onze politieke voorkeur dit wel met al onze schouders moeten gaan tillen. En conservatisme gaat meer terug in zichzelf en zegt meer van, weet je wat, we laten focussen op ons en we houden soevereiniteit bij Nederland. En je kan progressief zijn, je kan liberaal zijn, je kan links zijn, maar het gaat erom dat we wel dit met z'n allen moeten gaan doen. En daarom ben ik bang voor de stroming van conservatisme nu, omdat dat gewoon een probleem is van onze generatie. Niet een probleem van welke politieke voorkeur je hebt. Oké, dankjewel. Ik pak even wat vragen uit de zaal erbij. Hoe kijken jullie aan, en dan ga ik eerst even naar Wouter toe, tegen de opkomst van YouTube-kanalen waarvan we niet precies weten door wie die bestuurd worden. Voorbeelden zijn dan Blue Tiger Studio, De Bosmaker, Café Weltschmerz, De Oorlog Reeds Verloren. Bekend met die kanalen, Wouter, of niet? Nee, ik ken deze kanalen. Maar het algemene fenomeen zal je bekend zijn. Is dat een invloed op het politieke debat of gesprek waar je zorgen om maakt?
Ja, er zijn natuurlijk steeds meer kanalen waarin je online je mening kan geven zonder dat duidelijk is wie je bent, anoniem. Ik denk dat het voor een deel ook een goede trend is, want dat betekent dat mensen zich niet bang hoeven te zijn voor een politieke mening. Mm-hmm. Maar dat heeft natuurlijk ook grenzen. Er zijn ook dingen die we niet accepteren in onze maatschappij met goede reden. Misschien kan ik een voorbeeld geven uit de documentaire, werd gezegd door Robert, dat het blanke ras in Europa niet meer vitaal is. Ja, dat zijn volgens mij gevaarlijke uitspraken en is een reden om daar kritisch op te zijn. Mm-hmm. En als mensen zich dan verschuilen achter anonimiteit, dan is dat wel gevaarlijk. Omdat je dan dat soort dingen kan versterken onderling zonder dat het duidelijk is wie daar voor vechten. En is dat dan ook een volgende stap om daar tegen op te treden? Of is dat een... Ja, dat ligt aan de ernst natuurlijk van wat er gebeurd wordt, mm-hmm. wat er geplaatst wordt. Als je dingen doet die strafbaar zijn op internet, ja, dan moet daar natuurlijk wel consequenties aan kunnen zitten. Ja. Ik ga even door met een volgende vraag. In hoeverre zijn de Verenigde Staten een voorloper of voorbeeld voor Nederland en Europa? Daar zie je massaal een opkomst van christenen en conservatieve jongeren die bijvoorbeeld op Donald Trump stemmen en hem steunen. Bibi, misschien even dat Europese perspectief. Heb je het idee dat dat speelt? Nou, zoals ik net al zei, bij wat zuidelijke landen zien we het wel meer komen. Dus op Cyprus zie je een hele interessante, gigantische groep Trump-stemmers. Dus dat zijn gewoon Cyprioten, denk ik, die hem steunen. Maar over het algemeen rechts... het ingewikkelde is natuurlijk dat we in een bubbel leven. En vooral, denk ik, progressieve mensen die leven over het algemeen in een bubbel. Dus persoonlijk kan ik heel moeilijk zeggen, ik zie hele grote groepen rechtse jongeren nu opkomen. Maar over het algemeen, al helemaal in zo'n crisistijd... Kunnen we denk ik over 1 of 2 jaar gaan zeggen dat dit een moment is geweest waar heel veel mensen hebben gezegd of we gaan de positieve kant op of we gaan terug en we gaan naar zekerheid. Op zich wel een interessante observatie dat progressieve jongeren meer in een bubbel zitten dan aan de andere kant van het spectrum. Heb je dat idee echt? Arie begon al hard op te lachen hier naast me. Ja, ja. Nou, niet per se, maar wat natuurlijk wel net gezegd werd is dat leerlingen op het VWO... toch veel meer bezig zijn met politiek. En als je in een hele actieve omgeving bent opgegroeid, dan kom je dus niet zo snel in contact met mensen die niet in een actieve omgeving zijn opgegroeid. Kijk, ik zit nou in een hele progressieve omgeving, dus vanuit mijn persoonlijke perspectief kan ik zeggen, ik leef in een bubbel. Maar dat moet natuurlijk net zo goed gelden voor mensen die niet zo progressief zijn. Maar over het algemeen denk ik dat politieke actievelingen opgroeien in een bubbel. Ja. Ja, ik maak me daar wel zorgen over. Ik zie ook, er werd gezegd door Tom in de documentaire, we moeten een soort nieuwe conservatieve elite creëren. Mm-hmm. Dan denk ik van ja, dat is wel gevaarlijk, want dan sluit je juist een heel groot deel van de bevolking uit van die democratische participatie. Volgens mij is het juist belangrijk dat we democratie toegankelijk maken voor iedereen. En zorgen dat iedereen mee kan praten in onze maatschappij. Ja, Arie, hoe kijk jij daarnaar? Daar ben ik het trouwens ook mee eens hoor. Ik wilde ook dat iedereen mee gaat doen. Bibi had over een bubbel net. Dat is natuurlijk een interessante observatie van iemand die zegt zelf in de bubbel te zitten. Ik denk inderdaad dat er heel veel rechtse jongeren zijn die zich niet herkennen. In heel veel maatregelen die nu genomen worden. Als je kijkt op het onderwijs wat aan de universiteiten gegeven wordt. Ik zeg niet dat we geïndoctrineerd worden. Maar de mainstream opvatting is toch wel een progressieve opvatting. En als je daar tegenin gaat, dan daar wordt toch wel een beetje lacherig om gedaan. Britta gaf net aan van ja, mijn dochter heeft iemand in de klas die bij de FVD wil aansluiten. Hoe kan dat nou? Ik snap daar ook niet zo heel veel van. En toch zijn er echt serieuze rechtse, ook degelijke jongeren die zich daar die een hele andere opvatting hebben. Ja, maar en ik denk dat het ook wel goed zou zijn maar als we daar... punten wordt langer gemaakt, sorry ik je onderbreek, maar dat punten wordt langer gemaakt, bijvoorbeeld ook over de media. Ze zullen allemaal heel erg links zijn. Ja. Maar als je op een rijtje zet welke geluiden er te horen zijn in het medialandschap, en zeker in talkshows, dan is dat rechtse geluid naast het linkse volgens mij echt wel behoorlijk... Het gaat veel over de Thierry Baudets en de Geert Wilders van deze wereld, omdat ze heel erg makkelijk de media weten te bereiken door op hun manier, tweets, memes, noem het erop. Dan kan je toch niet zeggen dat en dat zeg jij nu niet hoor, maar er wordt soms gezegd van god, het is zo ontzettend progressief, je moet wel een beetje tegenwicht bieden. Ja. Vanuit mijn perspectief valt het ook alweer mee. Ik zeg niet dat het zo is, maar wat ik wel merk is dat er jongeren zijn die... vinden dat er heel veel linkse politici worden uitgenodigd in de talkshows. En dat daardoor waarschijnlijk ook initiatieven ontstaan zoals Café Weltschmerz of andere kanalen. Om naar wat zij zeggen een heel eerlijk, objectief beeld te brengen over wat er speelt en welke kant op moet gaan. Ja.
Maar goed, ik krijg hier nu ook de ruimte. Dus ik zou niet zeggen dat er geen rechtse mensen worden uitgenodigd. Mm-hmm. Nee, helemaal niet. Ik vind het belangrijk. Ja. Ja, ik denk dat het ook belangrijk is dat iedereen mee kan praten hoor, in discussies. Alleen ik denk dat er wel nog een verschil is in de progressieve bubbel en de conservatieve bubbel, als ik het maar even zo kan noemen. Omdat ik het idee heb dat in de conservatieve bubbel toch bepaalde groepen veel meer aanwezig zijn. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de documentaire, dan zie ik op een gegeven moment op het SGP-jongerencongres zie ik een groepje mannen staan. En dan komt er een vrouw aan die hapjes komt brengen. En dan denk ik van ja, dan vraag ik me meteen af, hebben dan mannen en vrouwen in dit geval dezelfde rol op zo'n congres? Dus ik vraag me af of dat een verschil in bubbels is, ook in wie er in die bubbels mag zijn. Ja. Nou, dat is wel een goede vraag. Ook eerlijk om over na te denken ook. Hè? Mijn vicevoorzitter is een vrouw. En daarnaast zitten nog twee vrouwen bij ons in het bestuur. Dus er zijn heel veel vrouwen die heel actief, ook politiek actief zijn. Ook bij de SGP Jongeren. En daar is geen sprake van ongelijke man-vrouw verdeling. Het ging er in het begin een beetje over die man-vrouw verdeling. Ik denk dat het ook wel deels te maken heeft met vooroordelen. Ook mannen en vrouwen in een conservatieve omgeving denken samen na over de taakverdeling in het huishouden. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb vorige week het huis nog gedweild. Dus je denkt samen na over hoe je dat huishouden invult. De voorvraag is dan natuurlijk, was dat een incident of was het onderdeel van je wekelijkse routine? Ik hoop dat het een incident was. Maar, nee, maar je denkt daar samen over na. En dat is net zoals met het werken. Geef gezinnen zelf de vrijheid om te kiezen of een man werkt of een vrouw werkt of allebei. En daar is ook nog wel een slag te verbeteren als je nu kijkt naar het belastingstelsel. Vooral gericht op toch wel op twee verdieners. Terwijl als gezinnen ervoor willen kiezen om als de man thuis blijft of de vrouw thuis blijft, dat ze daardoor fiscaal enorm benadeeld worden. Ja. Dus daar is ook politiek gezien nog wel iets te verbeteren. Okay. Ik wil even doorgaan op die eventuele drempels die er zijn voor jongeren om actief te worden. We hadden het er net in het voorgesprek al over. En ik wil graag jullie ervaringen daarvan weten. Kijken jullie bijvoorbeeld, even aan Bibi, aan jou de vraag, ook bij elkaar wat werkt? Als je ergens een jongere partij of een politieke jongerenorganisatie ziet die als een dolle gaat, dat je denkt, hey, goh, die tactieken kunnen we overnemen. Bibi, hoe gaat het bij jullie bijvoorbeeld? Ja, dat is toch echt best wel ingewikkeld gebleken. Maar wat je wel heel erg ziet is dat influencers een hele grote rol spelen. Over het algemeen met mensen praten die sowieso een grote social media following hebben. Kijken hoe je jouw boodschap toch kan opknippen in wat kleinere stukjes. Wat overzichtelijker, wat spannender, wat mooier. Wie zijn jullie doelgroepen? Wat voor kan je namen noemen die dan benaderd vanuit Volt? Die voor jullie interessant zijn als influencer? Oeh, ja. Nou, Katja Schuurman heeft ons de dag van de verkiezingen gesteund. Okay. Dus daar waren we heel trots op. Maar die hebben we niet op lange termijn kunnen vragen. Want het is toch een ingewikkelde balans tussen mensen die objectief willen blijven en mensen met gewoon een puur politiek doel. Helder. Maar influencers is dus een manier die jullie inzetten. Wouter, is het bij jullie? We proberen dat zeker, ja. We hadden onlangs een actie en toen hebben we samengewerkt met Milou Delen, een bekende Instagrammer. En ook nog een aantal andere bekende mensen online. En dat werkt heel goed. Daardoor zie je dat je echt veel meer mensen bereikt. En dat mensen ook naar je toe komen en interesse tonen voor je evenementen. Ja. Dus dat is dat is zeker een manier. Zeker nu natuurlijk met corona moet je ook heel veel online campagne voeren. Mm-hmm. Ik denk ook dat het voor jongeren soms moeilijk is omdat jongeren zijn voor een deel ook uitgesloten van de politiek. Bijvoorbeeld als je 16 bent, ja, dan mag je nog niet stemmen. Ik snap ook wel dat je dan denkt, van, nou, wat zal het mij uitmaken? Dus we proberen ook op die manier op te komen voor die rechten van jongeren in onze democratie. Ja. Zodat je ook iets hebt om hun, wat hun aanspreekt. Dus los van zeg maar die influencer aanpak is ook zeg maar een inhoudelijke aanpak om jongeren daarmee te betrekken bij jullie organisatie. Ja, precies, om ze te laten zien waarom politiek ook belangrijk is voor hen. Maar hoe doen jullie dat? Nou, ik herken ook wel dat je op een congres of een activiteit of wat voor bijeenkomst dan ook veel minder VMBO'ers of MBO'ers terugvindt dan HBO'ers en mensen van de universiteit. Wij proberen daar wel naar te kijken. Door bijvoorbeeld soms eens te differentiëren in een activiteit. Dus dat we houden politieke avonden. Sprekers, politiek thema, goed over nadenken. Maar ik ben vorig jaar ook bij een barbecue geweest, een keer in Zeeland. Nou, er kwam ontzettend veel jongeren op af, echt heel verschillend. Gezellig met elkaar eten, gesprekken, samen zijn. En daarna kreeg ik de ruimte om bijvoorbeeld iets te zeggen over waar de SGP Jongeren voor staat. En dan merk je dat op zo'n activiteit ook veel meer jongeren op afkomen die mbo of vmbo geschoold zijn.
En dat komt door die sociale component die eraan toevoegt. De barbecue en het... Dat is toch wel meerwaarde van een PEO. Wij hadden het er net over. Bij een PEO is het vaak gezellig. Iedereen is welkom. We doen een drankje, we praten wat. En we hebben ook een stukje erbij. Inhoudelijk. Een sigaartje erbij. Als je de voorkant weet te vinden, dan, dan komt het helemaal goed. Dat is het voordeel van een PEO. Daar kun je ervaring op doen. En daar is ook iedereen welkom. In de praktijk merk je wel dat die drempel vaak hoog is. Ja, en even PO, dat was voor mij een politieke jongerenorganisatie. Ja, misschien al ja, even voorbij gekomen. Nee, maar niet. Maar dan, de drempel is vaak hoog. Maar mijn ervaring is dat jongeren, als ze een keer geweest zijn, toch zien dat ook mensen met een ander opleidingsniveau daar zeker welkom zijn. Mm-hmm. Ja, daar zijn we ook de laatste paar jaren steeds meer bezig om niet alleen, als je evenementen organiseert, om niet alleen politici uit te nodigen die een heel politiek verhaal gaan vertellen. Nee, nodig mensen uit de maatschappij die iets te vertellen hebben. Wat echt interessant is voor jongeren. En dan kun je later altijd een gesprek aangaan over waarom dat politiek relevant is. Bieden jullie dat? Zetten jullie allemaal zwaar gewicht uit de Europese politiek in? Of ook meer zeg maar, mensen uit de maatschappij? Nou, wat bij ons wel heel erg aangemoedigd wordt, waar ik zelf deel van ben geweest, is om echt jongeren ook kandidaat te maken. Dus vorig jaar ben ik vierde geweest op de Europese lijst. En dan zie je toch wel dat jongeren over het algemeen zich meer aangesproken voelen door iemand van een relatief absurd jonge leeftijd. Maar ook echt zichzelf terugzien. Dus over het algemeen is dat ook iets wat wij liever willen. Is dat we echt jongeren tussen de 18 en 25 ook op een verkiesbare plek zetten. Zodat die kans en dat het contact met de politiek veel dichter bij het huis komt dan een jongere politieke organisatie. Ja, ja. Toen nog even terug naar die misschien wat meer de inhoud van het gesprek waar we net over hadden. In de uitzending gaat het op een gegeven moment over het vooruitgangsdenken of het vooruitgangsideaal. Robert Lem heeft daar geloof ik even over. Daar kan je het mee eens zijn of niet. Maar je kan vanuit die gedachte denken dat bepaalde rechten een verworvenheid zijn inmiddels waar je niet meer vanaf zou willen. Bijvoorbeeld stemrecht voor vrouwen. We hebben het nu vanavond ook over culturele waarden voor een deel. Hè? Je neemt over zeg maar de levensthema. Of nee, de medisch-ethische kwesties. Medisch-ethische kwesties, dankjewel. Zijn er op dat gebied, even bij jou te beginnen Wouter, zijn dat thema's, recht op abortus, euthanasie, waarvan je zegt, nou, dat is wat mij betreft echt wel een verworvenheid die zo voor de hand ligt dat we daar eigenlijk niet meer vanaf moeten? Ja, zeker. Ja, ik zeg, dat zijn echt dingen die we moeten proberen te koesteren, naar mijn mening. Kijk, je kan natuurlijk altijd politieke discussie hebben, dat mag er ook zijn. Maar wat ik vooral belangrijk vind, is dat je iedereen in zijn waarde houdt. Als je het bijvoorbeeld hebt over het vrouwenkiesrecht. Ja, als je daarover echt in discussie gaat, dan kom je in een situatie waarin je heel erg verschillende standen krijgt in de maatschappij. In dit geval tussen twee verschillende genders. Maar dat kan ook zijn tussen klasses, een elite en de rest van het volk. Of door mensen van verschillende achtergrond, mensen met een migratieachtergrond. Je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Je moet echt altijd nagaan, behandel ik mensen op een gelijke manier en zijn ook de resultaten voor iedereen. Krijgen mensen dezelfde kansen. Mm-hmm. Want als dat niet zo is, dan moeten we, ja, politieke discussie moeten kunnen, maar dat zijn wel echt basisrechten. Bibi, hoe kijk jij daarnaar? Het terugdraaien van het vrouwenkiesrecht? Nou, niet specifiek dat onderwerp, maar gewoon de gedachte dat je bepaalde culturele zaken die we hebben besloten met elkaar, dat we die eigenlijk niet meer onderwerp moeten zijn van politiek gesprek. De vrijheden vind ik van niet. Mm-hmm. Maar ik vind wel dat ze onderdeel van het politieke gesprek mogen zijn op de manier dat die ook in de documentaire voorkwam. Dat we meer mogen nadenken over hoe we voor vrouwen zorgen die zich in deze positie bevinden. Hoe we meer sociaal contact kunnen houden of hoe we bijvoorbeeld veel meer psychologische steun kunnen geven. Dat vind ik een prachtig gesprek. Maar de vrijheden die wij nu hebben behaald, dat vind ik echt, daar kom je niet aan. Oké, Arie, voor jou. Sorry dat ik je onderbreek, we gaan langzaam naar de afronding. Arie, voor jou, kan jij je voorstellen dat je had net over de vrijheid dat gezinnen zelf hun rollen inrichten? Ja. Dat je ook op medisch-ethische kwesties zegt van, nou goh, daar is blijkbaar een bepaald soort vrijheid die daar gevraagd wordt. Misschien moeten we dat zo laten, of is dat toch echt wel een onderwerp van gesprek voor jullie? Nou, het punt wat je noemde over gezin. Ben ik voor meer aandacht voor gezinnen. Daarnaast zou ik ook willen benoemen het recht op leven. En benadruk ook het recht op het ongeboren leven. Het abortusrecht is ooit verworven, fel verdedigd, een dogma geworden.
Maar wat we vergeten zijn, is volgens mij de problematiek die zit achter de rug van al deze vrouwen. Financieel vaak. Of te maken met huisvesting of andere problematiek. En ik vind dat we ook wel eens mogen kijken naar... zijn we echt zo vrij als we denken te zijn? Of zit er heel veel onvrijheden achter die discussie? En dat we daar eens goed over nadenken met elkaar. Oké, dankjewel. Iets te weinig tijd wellicht om je punt helemaal te maken. Maar we gaan naar een afronding. Ik dank iedereen die gekeken heeft en vooral onze gasten voor hun... digitale aanwezigheid, de livecast iedere avond, iedere dag op de site van Pakhuizen Zwijger te bekijken. We kijken even naar de tegenlicht meetup van volgende week. De laatste van het voorjaarseizoen. China alles onder controle. Zondagavond op televisie te zien. En woensdagavond de meetup 3 juni ziet het staan. In de aflevering zien we kunstenaar, annex-activist Ai Weiwei, activist en journalist Gwyneth Kwam Lam. Kwai Lam Ho en hoogleraar Chinese economie Peter Ho. En in de meetup hebben we reflecteren we erop met de correspondenten Sjoerd Den Daas en Eefje Rammelow. En hoogleraar Mijne Pieter van Dijk. Heel veel dank voor nu. Een fijne avond en graag tot volgende week.